Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video! Vandaag een gloednieuwe video. Voordat we beginnen, applausje voor jezelf, mensen. Het is gelukt. Woehoe! Yes! Fuck yeah! De Zappenwar! Zou je afvragen, is hij stuk? Nee, zo kreeg ik hem. Nee, hij is wel stuk, ja. Ja, hij was dus gevallen per ongeluk. Ik weet niet wie je bent, maar kan jij even een foto maken voor ons, voor Insta? Fucking Zappenwar! Nee! Nee! Die pauw is kapot. Die pauw is niet trouw, ouwe. Zo zeg. Dus ja, maar ja, ik heb nu wel een hele speciale Zappenwar, moet je kijken, mensen. Favoriete online ster. That's me. Dank jullie wel voor het stemmen. Ik ben zo super blij. Je ziet dat aan mijn hoofd. Ik ben zo blij. Ik had ook mijn mop. Dit was mijn mop. Een man gaat naar de dokter. En hij loopt zo naar binnen en hij zegt: dokter, wat heeft u een kleine spreekruimte? Dan zegt de dokter: rot op, ik zit te schijten. Wat een goede mop. Ik heb van heel veel mensen de vraag: Koen, bring back de mop aan het eind van je video. Ten eerste wil ik dat misschien best doen, maar dan wil ik 15.000 likes op deze video. Ten tweede heb ik moppen nodig. Dus Insta DM mij je mop. Volg je mij nog niet op Insta, Koen. En volg je me nog niet op TikTok, maar TikTok is hutskoen. Ik ben bezig met allemaal leuke TikToks te maken. Maar ik heb Kolo bijna volgers, maar 2 ton of zo. Alles gepromoot, laten we maar gaan kijken. Ik ging naar release reacties en dan heb ik weer allemaal domme dingen gezegd. Ik ga hem even een beetje uitleggen. Dan kregen we allemaal DM's. Allemaal DM's over van alles en nog wat. Ze vroegen mij dus van: Koen, we willen je zo graag hebben. Omdat, ja, Matt en ik had natuurlijk meegedaan met die vorige. Met, nou ja, dat je moet zingen en zo, weet je wel. Ja, die was het allerbest bekeken. En dan komen ze altijd terug. Dat is gewoon standaard zo. Ja, willen je zo graag erbij, want we vinden je leuk. Nee, het had gewoon views. Laten we eerst zeggen, je kunt er gewoon eerlijk tegen me zijn. Maar toen zei ik wil er wel heen, maar alleen als je blik richting mij erin komt. Nou, goed, dat vonden ze ook, hè. Dames en heren, leuk jullie kijken naar 5. Ik heb hem trouwens nog niet gezien, even voor de duidelijkheid. Ik heb nog niet gekeken. Ik ben er natuurlijk wel bij geweest, want ik ben dit. Ik zie wel dat ik misschien mijn shirt had mogen strijken. Holy shit. Oh. Yeah. Oh ja, olé. Nou, ik had dus vroeger... Oh, komt een goed verhaal hier. K3-fan. Ik was geen K3-fan. Ja, oké, ik was een K3-fan. Ja. Rose maar in de comments. Ik was een K3-fan. Weet je, ik vond gewoon een lekkere wijf, weet je. Weet je, wat fuck, een man borsten. Trek 1. Eens even kijken. Wisten jullie trouwens dat ze dus de hele tijd hier... Kijk, hier is het paars en is het hier groen. De hele tijd komen ze dus... Twee van die smurfen komen dan met zo'n nieuwe achtergrond komen ze aanrennen om de achtergrond te veranderen. Ja, echt. Dat is f***ing ziek. Ed Sheeran en Taylor Swift. The Joker en The Queen. Dit is een k***nummer. Ja, ik vind dit echt kut. Ik moet gewoon gapen, omdat het zo'n saai k***nummer is. Ja, ik vind dit zo kut. Ja, ik vind en Ed Sheeran kut en ik vind Taylor Swift ook kut. Ja. Sorry Ed, sorry Taylor. Sorry. Ed en Taylor. Het is gewoon... Ik ken mezelf te goed. Weet je ook nooit dat mijn Spotify voorbij komt? No. Rolf Sanchez. Want die heb ik geblokt op Spotify. Waarom ik dit ook zei, echt geen idee. Ik word helemaal gek van die Spaanse muziek tussendoor. Dan heb je een Nederlands nummer, dan komt ineens Spaans. En ik snap het niet. Ja. En ik wil het ook niet snappen. En dan kijk ik op TikTok en dan zie ik weer zo'n dance voorbij komen. Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Eerlijk, jullie zijn het toch met me eens, of niet dan? Het is toch echt verschrikkelijk? Nee. Nee, ik denk niet dat ik iemand ben die snel verliest, hoor. Witte Air Forces, spijkerbroek, lange jas, muts en een waterflesje. Jules was dus mee naar de opnames, dus vandaar. Dus zij zat ernaast, dus ik... Jullie begrijpen het, dit boeit ook niet. Nou, het gaat wel goed met mijn liefdesleven, ja. Ja, ik heb het reuze naar mijn zin. John West Waltercruz, zeker niet de laatste! Dit is ook zo kut. Dit is zo kut. Die muziek is zo kut. Nou, niet per se. Nee, soms heb ik wel iets dat ik... Nou ja, ik ben natuurlijk wel een beetje van de boe. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Politie wil me pakken, speel van stoppetje. Nou, feesten waar dit gedraaid wordt, hou ik eigenlijk niet zo van. Trouwens mensen, wisten jullie dit? Stel je organiseert feesten of je bent DJ of zo. Ten eerste als je DJ bent, ga even je blik richting mij in je set gooien, want dat is echt een band. Je kan ons dus boeken. Bookings@bankzitters.nl. Nou, komen op je feestie. We hebben komende week maar 3 optredens. What the fuck? Leuk! Nou ja, het was niet per se elke avond feest, maar er werd wel veel gesopen. Maar dan gewoon met z'n vier ook. Ja. In de bank zijn we wel echt veel zopen. Ja. Daarom tijdens de EK, dat was echt niet normaal. Laatst ging ik even nadenken. Voor mij zopen we toen echt met z'n vieren wel elke dag een kratje. Maar ja, dat EK duurde wel gewoon een maand. Ja, dat is wel flink. Nou, Raoul kookt. En wat een schoonmaakster. Nou ja, dat was het ongeveer. Ja. Ismo, vast in de game. Hey man, shout-out naar Ismo. Zieke banger, man. Ja. Oh ja, zoveel. Ik heb wel eens een jas gekocht van Burberry. En die heb ik echt 1 keer gedragen. En dacht wel, ik heb helemaal geen leuke jas. Dat is deze jas, zal ik hem eens pakken? Kijk, dat is deze Burberry jas. Maar het is een soort... slaapzak. Yo, what up, party people. Nou ja, deze heb ik dus 1 keer aangehad. En dacht ik, weet je, toch niet echt mijn ding. Nou,
Daar zit je dan met die jas. Ik moet trouwens zeggen dat Gucci pak op de Zapp Award was ook niet goedkoop. Ik denk ook niet dat ik die nog vaak gedraag. Zoveel takkies, Jo Sylvia, man. En Jo Sylvia had mij zijn story geplaatst met dat dit stuk dat ik het luister. Hey, shout-out naar Jo Sylvia, man. Zolang is moet je stekken, fuck die nieuwe paatas. Ik doe geen dingen voor het oog, zo liever voor mijn paradas. Ik doe geen dingen voor het oog. Never voor het oog, ik heb die status van een dealer. Jo Sylvia heeft gewoon een lijn gedaan van Brent. Wat hoor ik hier? Brent, jongen, echt, jongen. Hij is echt een grondlegger van de rap scene in Nederland. Ik heb deze toevallig net al gehoord in de auto. En toen dacht ik al van, oh, dat is wel een lekker nummer. Kevin, sowieso shout naar Kevin, man. Kevin, wil je nou een nummer maken? Nee, dat ga ik niet eens proberen. Oh, de allerslechtste Nederlandse artiest. Ja, Rolf Sanchez. Nou, dat heb ik ooit gedaan voor het leuk gewoon. En dat, ik doe het nog steeds voor het leuk. Omdat het gewoon, ik vind gewoon een nummer maken, dat is een soort heel creatief proces. En ik vind dat gewoon leuk om te doen. Ja, leuk. We hebben ook een nieuw nummer gemaakt, hè? Komt-ie. Mag die erin? Dames en heren, je blik richting mij van de bank zit dus. Om bij jou te kunnen zijn, werk ik. Oh! Wat een nummer! Hij mag harder hoor! Yeah! Niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Zo! Die kan zingen! Wat een nummer, hè? Ongelooflijk. Die Koen! Die kan zingen. Nou, we nemen het op vrijdag. En morgen, rond deze tijd, staat hij op nummer 1 op Spotify. En zo niet. 100%. En hij staat op nummer 1 op Spotify een week lang. Stream hem nog steeds, mensen. Staat hij niet in je afspeellijst? Wat ben je aan het doen? Zet hem in je afspeellijst. Het is tot stand gekomen doordat we hebben een jaar geleden een nummer gemaakt van Stapelgek. Dat was een soort boyband nummer. Nou, dat deed supergoed. Top 2000 gehaald. Luister, we gaan top 2000 echt keihard kantelen komend jaar. Dat weten we allemaal. We gaan echt die hele top 2000 kantelen. Top 100 moet lukken. Zowel met Stapelgek als met je blik richting mij. Of veel boze boomers. Die zeiden, dat hoort hier niet. En toen dachten we van, weet je, dat gaan we gewoon nog een keer doen. Alleen, we wilden wel een soort nummer op basis van een ander nummer. Omdat dat was helemaal ja, natuurlijk nu met Criss-Cross Amsterdam, die zeg maar elk nummer namaakt. Dus wij dachten, dat kunnen wij ook. Nou. Wat bleek? We konden het ook. Dan lach je altijd mezelf, dat is echt triest. Maar wel leuk grapje eraan. Amour toujours hebben wij nagemaakt van. Nou, niet nagemaakt, maar inspiratie van opgedaan. Want anders moeten we straks allemaal geld afstaan. Dat natuurlijk niet. We gaan binnenkort nu ook wel optreden. Dus dat is wel leuk. Dus ja, we gaan binnenkort optreden. Dus een beetje ook. Ik heb een artiest in mijn hoofd waarvan ik denk, daar zou ik echt graag een collab mee willen doen. Ja, ik heb zo'n goede artiest. Maar ik heb het nog niet gevraagd. Echt niet. Dus ik heb geen flauw idee of dat gaat. Zo'n goede artiest, man. Ben je nou een artiest en je kan een beetje zingen en je denkt, nou, ik wil eens een nummer maken? Ja, stuur maar. En als ik niet reageer, dan weet je ook genoeg. Nee, Rolf Sanchez hoeft mij geen DM te sturen. Ja, ofwel juist. Nee, misschien wel. Rolf, wil je nou een nummer met me maken? Stuur een DM en dan ga ik Spaans zingen en jij Nederlands. Rolf Sanchez heeft mij geen DM gestuurd. Nee. Besef even een leuk verhaal. Ik heb hem dus geblokt. Toen kwam dat nummer uit van hem en Bilal volgens mij. Toen wil ik dat dus luisteren op Spotify. Maar als je dus iemand geblokt hebt, kan je het gewoon niet luisteren. Dus ik zocht het nummer op en ik had het nummer staan. Als ik hem aanklikte, gebeurde er gewoon niks. Dat is toch te grappig. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken. Rolf Sanchez heeft mij geen DM gestuurd. Ja. Nee, je kinderen als mij vragen. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En zie ik je weer bij de volgende video. De Grunge. Draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time.